Wij hebben het eten, jongens. Oh, Joep, het wordt echt oprecht. Het is gewoon weg. Wat vinden jullie? Vinden jullie één taart leuker? Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag. Het is 31 januari. Ik ga jullie weer gezellig meenemen in mijn weekje. Ik sta in mijn sportkleding. Senna en ik hebben dadelijk weer een sportles. Wat heb ik nog meer deze week? We gaan weer verder met het huis. Of course, heb ik ook al in de vorige weekvlog verteld. We moeten weer verder met de hal inrichten. Ja, we hebben nog heel veel leuke dingen om te doen. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben om mee te kijken. Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. En vergeet onder ook zeker niet om even te abonneren. Ik ga nog even een handdoek pakken, water pakken en dan richting het sporten. Een goedemiddag jongens. Het is vandaag alweer 1 februari. Ik vind januari zo snel gegaan. Ik heb net ook even een post geplaatst op Insta met een paar leuke momenten uit januari. En ook zo'n poll of jullie het dus ook snel vonden gaan, langzaam vonden gaan of zeg maar gemiddeld. En tot nu toe stemmen er veel mensen wel dat januari heel snel ging. Ik ben er op zich wel blij mee. We gaan weer richting die zomer. Dus voor mij kan het allemaal niet snel genoeg gaan. Ik heb net in ieder geval een Action shoplog opgenomen. Ik moest wel dingetjes hebben voor een huis. Ze hadden lang niet alles bij de Action. Maar ik heb wel heel veel leuke dingen gevonden. En ook spulletjes voor in de hal en zo. Dus we kunnen weer mooi aan de slag. En ik heb trouwens iets heel doms gedaan, jongens. Ik zit hier naar mijn schoen te kijken. Kijk even wat ik heb gedaan. Ik heb hier dus iets op geknoeid. En nou is heel... Ja, ik krijg het er niet meer uit. Het is al 2 dagen geleden is dit gebeurd. En ik weet gewoon niet wat ik nu moet doen. Ik heb ze dus van Senna gekregen. Dus ik heb het gisteren ook tegen Senna gezegd van... Wat moet ik nu? Ik heb nu 2 opties. Of ik ga het gewoon heel even zo laten. Of ik ga het er proberen uit te halen met een hack die ik heb gezien op TikTok. En dat is namelijk dat je er droog shampoo op moet spuiten. En dat je het dan een soort van eruit kan kammen. En dan gaat het als het goed is weg. Maar ja, ik vind het best wel heftig om droog shampoo op je schoen te gaan spuiten. Ik vraag me af of die daar helemaal blij mee gaat zijn. Misschien dat ik het dadelijk toch gewoon ga proberen. Ik ga dadelijk even aan Joep vragen wat hij ervan vindt. Of dat, ja, dat misschien iets zou zijn. Oh, sorry jongens. Ik stoot tegen mijn statief aan. Nou, ik ga even editen. Ik moet nog wat mailtjes doen. Ja, ik wil vandaag ver komen met werken, zodat Joep en ik hopelijk morgen met de hal kunnen gaan beginnen met het schilderen en zo. Want we willen dus echt weer wat gaan afmaken hier in het huis. Ik ga snel opschieten en ik ga deze zooi hier opruimen, want na het opnemen van de shoplog ligt die altijd helemaal vol. Dus let's go. Het is tijd om eten te gaan maken. Yes. Joep is ook weer terug van zijn werk. We gaan weer voor de pasta carbonara. Het is echt niet normaal hoe vaak we dit nu gemaakt hebben. Maar ik heb dus nog geen 1 keer volgens mij het recept echt aan jullie laten zien. En ik krijg daar wel steeds vaker vragen over. Ja, als je Italiaans bent. Sorry. Want ik weet gewoon, die gaan niet eens zijn met ons recept. We hadden eerst altijd een meisje uit Italië die keek, toch? Klopt. Die de video's keek en dan Nederlands leerde. Dan dat mee. Klopt, ja. Heb je daar nog ooit van gehoord? Ik heb nog wel een paar contact met haar gehad op Insta. Als je de video kijkt, stuur even een berichtje. Spijt me nu alvast voor dit recept, hoe wij dit maken. Ja, maar volgens mij is er nog best wel... Nee, die slagroom hoort er eigenlijk niet bij. Maar dat maakt niet dat uit. Klopt. Nou, wat doe je dus? Het is heel simpel. Je maakt dus de pasta. We hebben ook focaccia voor erbij. Dan bak je de spekblokjes. En dan maak je een mengsel van slagroom, parmezaanse kaas en de eieren. Ja. Volgens mij doe je iets van 150... Ja, ik weet niet precies. Volgens mij doen we ongeveer 1/3 van het pakje. En dan parmezaanse kaas er doorheen raspen. Maar, en dan 2 eieren. Wat doe je er dan als echte Italiaan bij? Ik heb geen idee. Volgens mij veel meer kaas. En ei, en volgens mij nog. Alleen ei. Ja, dat denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar wij doen er dus ook een beetje slagroom bij. Ja. Nou, ik zal het een beetje laten zien. Maar ja, sorry dus als je uit Italië komt. Ik hou echt van kaas, jongens. Dat is zo lekker, hè? Ja. Goed.
Goedemorgen jongens, het is vandaag vrijdag en Joep en ik staan allebei, of ik zit, maar we zitten niet, we staan in ieder geval allebei in ons verbouwoutfitje. Yes. Op deze trui zit ook, je ziet het bijna niet, maar er zit dus gewoon allemaal verf op. Ja, er zit echt veel verf maar op. Omdat het gewoon wit is, witte verf, zie je het gewoon oprecht nooit. Op maar we gaan eindelijk weer wat klussen vandaag. Ik heb er echt zin in, we hebben zoveel dingen om te doen en ik ga dus vandaag proberen om mijn schoen schoon te maken jongens. Ja, ja, het plan is nu... is om het droogshampoo op te spuiten. Ja, ik heb hier heel veel... ik weet niet of ik dat al vertelde tegen jullie, maar ik heb hier heel veel filmpjes over gezien. Dat mensen dit dus deden. Ik zal ons ook wel even iets in beeld zetten. En dan deel 2, eraf wassen met een tandenborstel. Ik heb echt geluk, want ik wilde die net gaan weggooien om een nieuwe neer te leggen. Ja. Nou denk ik echt, yes, nu kan ik hem weer gebruiken. Ja, zullen we het gewoon gaan doen? Ja, ik ben bang dat ik het alleen maar erger maak. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dit vind ik ook niks. Nee, maar het is ook weer niet super erg. Op camera ziet het er heftiger uit. Nee, op camera ziet het er echt heftig uit. Oh jongens, ik ben echt maar bang moet je dit ook voor de bank gaan? Ja? Van dichtbij, hè? Oh, het heeft wel hetzelfde effect als het bij haar heeft. Bij haar in dat filmpje heb ik meerdere filmpjes gezien dat het dus helemaal wit wordt. Ja, je dacht, nee. Ik denk dat we het heel even moeten laten. En dan moet je het, zij had het iets van 10 minuutjes in laten trekken. Okay. Joep zit echt zo, weet je zeker dat je dat moet gaan doen? En daarna denkt hij, let's go, laten we nog meer doen. Trouwens jongens, nog even tussendoor. Ik baal echt. Wij zaten vanochtend achter de laptop. Ja. Ik wilde dus heel graag kaartjes hebben voor Big Time Rush. Want ik zag dat hun dus naar Nederland komen. Het is echt weer een TikTok trend volgens mij. Ja, ik dacht echt, ik vind het helemaal kindertijd. Ik vind dat geweldig. Mij leek het zo leuk om daar naartoe te gaan. Maar jongens, er waren 3000 kaarten in totaal. Volgens mij was bij de pre-sale was al de helft weg. En we stonden echt op plek 40.000 of zo. Dat is niet normaal. Ik ben benieuwd of iemand van jullie kaarten heeft gescoord. Volgens mij is echt iedereen zo sad van waarom gaan ze niet naar een grote zaal? Als er echt 60.000 mensen proberen kaarten te krijgen, dan heeft gewoon 1 op de 20 gescoord. Ja, nou oprecht, ja. Ik ben echt een beetje bang hiervoor of dit wat gaat worden. En anders heb je mooi gecustomized. Gecustomized. Het trekt wel echt in op de plek waar de vlek zit. Ja, dus ik ben echt heel erg benieuwd. Oh, dit kan toch niet, jongens? En Joep en ik gaan dadelijk trouwens nog even op pad om iets te halen voor in de hal. In de vorige weekvlog hebben jullie helemaal meegenomen toen we echt een vaas gingen halen. Spiegels, de posters zijn binnengekomen. Hebben we heel veel dingetjes gekocht. Heb ik jullie ook meegenomen naar de Vibra en zo. Voor bakjes ook voor de koelkast organiseren. Gaan we die vaas nu ook Ja, die gaan we ook spuiten. We hebben dus een vaas... Nu of straks? Nee, ik denk nu ook. Nu. We hebben dus een vaas gekocht. Een witte vaas die we dus zwart gaan spuiten. Ben ik ook heel erg benieuwd naar. Laten zien? Ja, doe maar. Oh, Joep, het wordt echt oprecht. Het is gewoon weg. Nou, je ziet het niet onder het wit. Oh, maar ja, net zag je echt verschil. Ja, maar. Nou, ik ben hier echt benieuwd naar. Maar laat maar even de vaas zien. Kijk, deze dus. Ja, die hebben we dus ook al in de vorige week vlog laten zien. Maar vandaag gaan Joep en ik nog één ding halen. Namelijk nog zo'n akoestisch paneel. Oh ja. Want daar gaan we dus een soort van kapstok op proberen te maken. We twijfelen of we er 1 of 2 moeten halen. Of ja, ik twijfel. Ik twijfel ook. Ik twijfel ook. Maar ik vind het, ja, ik vind het echt leuk. Ik hoop dat ze hem hebben. Als het goed is, er staat dus dat ze er 30 op voorraad hebben. Naar de karwei waar wij dus heen willen gaan. Maar ik ben dus heel erg benieuwd. Ik hoop het echt. Ze hebben wel het formaat weer gewijzigd. Ja, dat is echt jammer. Elke keer dan denk ik weer, ik weet niet, heel raar. Dat ze dan elke keer weer een andere soort hebben. Ja. Ja, zal ik het gewoon, ik heb hier dus geen geduld voor. We gaan even wachten. Ik moet het echt even inlaten. Ik ga me eerst dat doen. Gaan we eerst even ding spuiten. Ja. Want dat wil ik ook in de Action Shop nog laten zien. Dus ik denk, ik weet nog niet of ik het echt aan jullie ga laten zien. Ja, trouwens, wel. Jullie krijgen het ook te zien. Maar ik ga het ook even in de Action Shop nog laten zien hoe we het dus helemaal gaan doen. Ik ben vooral benieuwd of dit genoeg gaat zijn, Joep. Maar ik denk het wel. Want die spuiten. Ja, dus er denk ik best wel veel in. Ja, maar als je 3 lagen gaat doen. Ja, maar dan staat dat voor 2 vierkante meter of zo. Oh. Ik betwijfel opeens onze keuze of zo. Ik denk dan, oh, gaat het wel wat worden? Ja, ik ben ook heel benieuwd. De vaas is zwart, jongens. Ik ben heel erg benieuwd of het niet te veel gaat druppen en of het helemaal mooi egaal gaat opdrogen. Maar dat gaan we zien. Wat denk jij? Ik denk dat het wel goed gaat. Oké. Hij dekt wel goed. En dan gaan we nu dus dit proberen. Ja. Oh. George. Nee, doe het op mij. Nee, ja, dat is handig. Mag ik zo'n servetje? Dan leg ik die hier. Ja. Nou, ik heb nu al vertrouwen hierin. Wel. Nee joh, het werkt echt dit? Ja, maar dat is de plek, hè? Wat is dit? Oké, misschien had ik het niet op dat randje moeten doen. Ja, alle vettigheid is er wel uit. Dit werkt gewoon. Nou, die droogshampoo werkt nog beter dan voor mijn haar. Ja, ik weet gewoon, droogshampoo, zeg maar, het is niet helemaal mijn ding of zo.
Deze wel. Deze werkt echt nog wel het beste bij mij. Want andere heb ik al vaker verteld, werken echt totaal niet. Sommige mensen zeggen ook, ja, je moet het eigenlijk niet gebruiken als het al vet is. Maar ja, mijn haar wordt na één dag vet. Dus dan zit ik een beetje van ja. Ja, en dat valt ook al mee hoor. Het is meer dat jij denkt dat het helemaal rampzalig is. Nou jongens, ik ben zo verbaasd dat dit werkt. Op de camera zie je echt nog wel een wit plekje. Maar ik moet zeggen, in het echt, hè joh, je ziet het gewoon niet. Nee, je ziet het gewoon niet meer. Je ziet het echt niet. Nee, ja. Als je het niet weet, zie je het sowieso echt niet. Nee. Dus 1000 keer beter dan dat het was. Oké, nou jongens, als je dus iets knoeit, je kan het er dus uitkrijgen met droog shampoo. Moet ik had het niet verwacht. Wat voor raar spul droog shampoo eigenlijk is, hè? Ja, zeker. Nou, mensen vroegen ook al, krijg je hiervan zo'n witte waas? En ik zo, nee, ik merk er eigenlijk niks van. En dan spray je het hierop en dan denk ik, nou, oké, misschien... Toch wel een beetje wit. Toch blijkbaar wel, maar op mijn haar heb ik het in ieder geval nooit echt last van. Ik ben hier helemaal verbaasd over. Ik hou ook echt van TikTok, dat je dan achter dit soort hacks komt die ik anders nooit had geweten. Anders had ik dat echt nooit bedacht om er droog shampoo op te spuiten. Zelfs nu had ik nog zoiets van, nou, maak ik het alleen maar erger, want anders dan laat maar. Wij gaan nu in ieder geval richting de karwei. We gaan dus een akoestisch paneel halen. We gaan voor de verbouwvlog filmen. En we gaan denk ik ook nog even eten halen. Dus let's go. Ik ben helemaal blij dat dit werkt. Wij wilden eigenlijk eerst even de panelen gaan halen bij de karwei. En daarna dus even eten meenemen. Ja, maar die panelen zijn dus 2,60 meter. En deze auto niet, denk ik. Dus ik denk dat... Eén zo'n paneel hier gehad, of de achterklep open, of allebei. Nou ja, we zaten meer gewoon zo van, ik denk dat we dadelijk gewoon zo snel mogelijk met die panelen naar huis moeten komen. Want ik vraag me af, de vorige keer paste het echt precies. Maar omdat we ze nou, hebben ze dus de maat veranderd, is die waarschijnlijk net 20, 30 centimeter langer. De eerste keer hadden we ook 2,20. Ja, maar of, toen werkte het precies dat je zeg maar, als we hem dan hier zeg maar tegen de voorkant aanzet en helemaal naar achter, alles plat, dan ging gewoon de achterklep dicht. Maar ik ben nu bang dat we dat niet gaan redden. Nee, we gaan het zien. Dus we gaan gewoon eerst even lekker eten halen. We staan nu bij de Mac, want dat is echt bijna tegenover de karwei. Daar is de bouwmarkt. Ja, dus we gaan eerst even lekker eten halen en dan gaan we daarna gewoon verder. Ik heb wel helemaal zin in. Het is best druk hier. Een hele goede reden bedacht om even hier langs te gaan. Yes. Wij hebben het eten, jongens. Yes. We kregen dus ook een gratis McFlurry. Ja. Omdat ik, maar jij krijgt misschien ook wel iets gratis. Want ik ben dus 12 februari jarig. En normaal kreeg je dus altijd zo'n bon een week van tevoren. Maar volgens mij kreeg je die nu gewoon dat de hele maand. Echt ruim van tevoren. Ja, dat is echt ruim van tevoren. Maar we hebben dus een McFlurry, de nieuwe. De nieuwe stroopwafel. Dit is stroopwafel met karamelsaus. Jij vindt dat sowieso heel lekker. Een betere combi kun je bijna niet bedenken voor mij. Nee. Lekker frietje. Ik match ook helemaal bij mijn jas. Maar... ik wil eigenlijk net ook mijn jas uitdoen, maar het is best wel koud. Je hebt gewoon een McDonald's jas gekocht. Mm-hmm. Ik dacht al, waarom vind je die kleur zo leuk? Maar dat is gewoon een frietbakje. En we hebben nu ook voor de eerste keer zo'n zakje. Wow. Is dit pas voor de eerste keer dat wij... Huh? Dit is de eerste keer in het nieuwe jaar dat we hier... Huh? Ben ik hier nog niet eerder geweest? Het is februari. Ja. Ben ik heel januari niet bij de Mac geweest? Dus onze dry January is gewoon zo. No Mac January. Nou ja, iedereen denkt volgens mij altijd dat ik hier elke week 3 keer per week zit. Maar dat valt dus echt best wel mee. Zo, maar dit is groot. Ik had een klein zakje verwacht. Mm-hmm. Kanonnen. Het is wel onhandig. Mm-hmm. Als je zit, maakt het niet uit. Op zich. Ja, maar dan kan je hem gewoon in zo'n bakje doen. Ja, maar dan moet je het ergens op gaan spuiten. Is die lekker? Ook niks. Ja. Romantisch, jongens. Mmm. Mm. Nou, mm-hmm. Maar ik denk dat jij dus ook iets gratis krijgt, want jij bent 19 februari jarig, dus het zou best... Even... Waar is mijn telefoon? Oh, ik ben bang dat ik hier alles door die tent heen ga gooien. Ik krijg dat zakje niet open. Nou, dit is... Ik vind het nu al niks. Nou, ik zag sommige mensen online, die hadden dan heel groot het gat gemaakt. Dan kan je het gewoon indippen, maar ja, dat gaat ze... Ja, dat is ook niet echt iets. Op deze manier niet. Oh, nee, Dit is hem niet, jongens. Maar dit is toch nog hartstikke veel plastic? Ja, maar volgens mij omdat dit dan uit één stuk plastic is gemaakt. Dus ja, ik weet niet. Oké, okay, wat hebben we nog meer? Jij hebt nog een chili chicken. Oh, dat ik hier een maand gemist heb. Ja, is dat echt zo lang geleden? Het zou zomaar kunnen. Ik heb geen idee. Ik denk het wel. Sowieso is januari echt mega snel voorbij gegaan, vind ik. Ja, dat vind ik dus ook. Maar het mag voor mij allemaal nog sneller gaan. Want wij gaan over... 20 dagen op vakantie. Ik heb er zoveel zin daar in. Daar heb ik echt zin in. Ik zit mezelf zo hard op te hypen de hele tijd. Dat ik echt denk... Ja, maar we hebben dus ook gekozen voor echte zonbestemming. Mm-hmm. Dus ik hoop ook dat het lekker weer wordt. Maar lijkt er wel op. Ja, ik zag gisteren dat het zeg maar
een week daarvoor wordt het daar al iets van 26 graden. Mm. Dus ik neem aan dat het wel goed gaat komen. Joep zei gisteren ook, oh, we moeten echt een keer gaan golven. Maar misschien dat we daar wel gaan golven. Ja. Dat lijkt me best grappig om mij te proberen. Mij lijkt het heel grappig om een keer te proberen. Ja. Heb jij dat ooit gedaan? Ik heb ooit, toen hadden wij met gymles, konden wij gaan golven. En dat was gewoon alleen even zo die bal één keer ver weg slaan, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat was wel grappig. Ik was er niet per se heel goed in. Ik ben nooit verder gekomen volgens mij dan midget golf. Of minigolf of zoiets. Ja. Ben jij daar goed in? Nee. Weet je wat Joyce wel heel goed in is? Schieten. Mm-hmm. In kleiduif schieten en zo. Mm-hmm. We hebben dat een keertje gedaan. Nou. En moet je nagaan hoe slecht de ogen ik heb. Was een ik zo groep goed van 30 mensen. En Joyce schoot gewoon als beste. Ja. Dat had ik echt niet verwacht. En ik had niet eens een bril op. Zeg maar, ik zie niet heel slecht. Maar mijn ogen zijn eigenlijk best wel slecht. En ik zie vooral geen diepte. Ja. Soms kan ik gewoon, als je een trap hebt. Met allemaal dezelfde kleur. Dan kan ik soms echt moeilijk inschatten van, oh, waar is nou de trede, zeg maar. Ja. Gewoon dat mijn oog dat niet echt toelaat. Maar misschien is dat gewoon de hele theorie achter kleiduif schieten. Gewoon niet weten dat wat daar je doet beter gewoon gaat. Maar een beetje iets doen. Ja, toch ben ik ook wel echt benieuwd hoe ver we gaan komen met de hal dit weekend. Ja. Want ik hoop echt even dat we... Nou, alles moet even net goed. Het is nu ook gaan, alweer 1 uur dat ik denk, het gaat zo snel de dagen. Dan ga je 's ochtends nog even zitten werken en dan denk ik, oh ja, dan ga ik even die schoenen doen. Dan ga ik even tickets proberen te kopen. En dan is het zo snel weer 1 uur dat ik denk, oh. Ik vind die tickets nog steeds niet normaal, Big Time niet Rush normaal. Tickets. Ja. Zoveel mensen naar Big Time Rush willen. Sorry. Maar het is gewoon echt kindertijd. Dat is gewoon, ja, echt... dat is gewoon jeugdcentrum. Ja. Dan denkt iedereen van, ja, dat willen we. Mm-hmm. Maar jongens, wij gaan dit nog even snel opeten. En dan gaan we dus richting de winkel. Ik hoop dat ze het gewoon allemaal hebben. Ik hoop dat ze het ook allemaal hebben. Maar anders kunnen we in ieder geval vandaag sowieso de muur gaan schilderen. Ja. We kunnen verder gaan met die pot dus die appel helemaal afmaken. Ik denk dat die best goed gegaan is. Mm. Volgens mij is die gewoon kapot, joh. Volgens mij... Ja, we moeten eigenlijk wel zo groot hebben. Maar ja, het is niet anders. Zo... Altijd fijn hoeveel geluid die dingen maken. Ja. We gaan dus weer voor deze, Joef. Dat is, hoe heet die? Light Oak. Light Oak. Ja. Volgens mij hebben mijn ouders echt best wel donkere. Die liggen hier ook niet. Nee, volgens mij hebben ze echt die daaronder. Die. Oh ja. Ook heel mooi, moet ik zeggen. Maar wij gaan dus weer voor dezelfde als in de woonkamer. Ik hoop dat het een beetje hetzelfde gaat zijn. Want soms heb je wel dat het... Ik hoop ook dat ze hem hebben. Maar soms zie je ook wel dat het echt verschillend opeens kan zijn. Ze hebben hem. Helaas dus wel de grootste. Dus dat is een beetje balen. Want ik denk dus niet dat deze in de auto gaat passen. Maar we hebben hem in ieder geval wel. Ja, daarom. Dus dat is fijn. Het past gewoon. Zit je lekker? Het is niet per se ideaal. Maar dit is voor een klein stukje echt helemaal prima. Dus top dit. Nou jongens, we zijn nu met de verbouwvlog bezig. Ik denk, ik doe even heel snel ook een stukje voor de vlog. We zijn echt lekker bezig. Ja, ik vind mooi, het zoveel beter aan het worden, dus zeker. Top dit. Goedemiddag jongens, het is vandaag een zaterdag. Joep en ik hebben gisteren nog een drankje gedaan in de stad 's avonds. We zijn eerst alleen maar bezig geweest met de hal en met editen en ging heel goed. En we zijn vanochtend ook lekker productief begonnen met een tripje naar de sportschool. Goed van ons, hè? Ik vond het ook wel... Ik ben wel echt trots op mezelf als ik 's ochtends naar de sportschool ga. Ja, precies. Dan voel je echt van, nou, let's go. Maar ik moet zeggen, voor een zaterdagochtend, het was echt mega druk in de sportschool. Klopt. Echt veel mensen. Klopt. En ik heb ook nog best wel veel zitten editen vandaag. Joep heeft nog een tweede laag de muur geschilderd. Ja. Dus dat is ook heel fijn. Die gaat dadelijk... ook nog een derde laag doen. Daarom heb ik deze mooie outfit aan. Ja. Jij staat er helemaal chic op. En nou ja, ik ga dadelijk een, dus uit eten met vriendinnen. We gaan dus lekker sushi eten. En daarna komen ze hier dus ook even naar het huis kijken. En elke keer, jongens, dan zitten wij weer in het weekend van... Oké, we moeten alles weer gaan opruimen. Omdat het gewoon, zeker nu, als je dan bezig bent met verbouwdingetjes... Er staat overal verf. Er ligt heel zo'n gel over de vloer heen. Van alles. Dus... Het is een beetje een zooitje. Het is echt een beetje een zooitje. Ja, hier ook. Ik zit ook met allemaal dingen in mijn handen. Het ligt overal... Tada! Soms dan, volgens mij, dan denk ik ook dat mensen denken dat ik dan zeg dat het een zooi is, maar dat het wel meevalt. Maar het is gewoon oprecht dat ik denk, ja, ik wil het gewoon niet eens laten zien. Want ja, het is... maar als je aan het klussen bent, dan wordt het gewoon zo snel rommeltje. Ja, dat klopt. Maar ik ben wel eens aan het filmen voor de verbouwvlog natuurlijk. Maar ik ga dadelijk dus met Michelle en Charlotte lekker sushi eten. En daarna komen ze dus hierheen, gaan we hier nog een drankje doen. Joep gaat met Hobie wat eten.
En die gaat ook hier of in de stad een drankje doen. Dus echt wel een leuk avond. We moeten alleen nog even drankjes halen. Want we hebben eigenlijk niks meer. Dus wij gaan even richting de supermarkt. Gaan we even drankjes halen en het huis opruimen. Precies. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. We zijn er steeds beter in. Het is ook zo vaak dat ik gewoon in de vlog zeg van... Oh, er komen weer mensen naar het huis kijken. Dus we gaan weer even boodschappen doen. We gaan weer even het huis opruimen. Ja, dat is echt een goede motivatie om het op te ruimen. Zeker. Nou, wij gaan dus even richting de supermarkt. Goedemorgen jongens. Het is vandaag alweer maandag. Het gaat zo snel. Dit weekend is echt... voorbij gevlogen. Gisteren hebben we dus met mijn ouders best wel veel dingetjes geregeld voor een feest. Die we in juni gaan geven. Met gewoon thuis, zeg maar, gaan we een groot tuinfeest geven. Helemaal zin in. Daar hebben we gisteren de uitnodigingen voor gestuurd. En we moeten nu een tent regelen. We hebben nu een DJ geregeld. Ik vind het echt leuk om daarmee bezig te zijn. Maar ik dacht wel van, oh ja... zo'n feestje regelen is toch iets meer dan je bij het begin verwacht. Je ideeën worden steeds groter en je denkt opeens, oh ja, dit willen we ook, dit willen we ook. Maar in ieder geval wel heel erg leuk. En ik ben dus precies over een week, dat besefte ik net, precies over een week ben ik dus jarig op maandag op de 12e. En ik moet er dus eigenlijk nu ook een taart voor gaan bestellen. Het is dus carnaval. Nou moet ik zeggen, ik ben niet... de grootste fan van carnaval. Ik weet niet, voor corona vond ik het echt heel erg leuk en zo. En toen, na corona, was ik een beetje zo van... ja, waren wij met onze vriendengroep gewoon een beetje uit die tradities. En we hebben het gewoon niet echt meer opgestart. Ik denk dat dat een beetje de beste manier is om het te omschrijven. En ja, ik weet niet, sindsdien heb ik het eigenlijk bijna niet meer echt gevierd. Echt, ja, af en toe een avondje, maar dat was het wel. Maar ik ben dus jarig met carnaval. Dan is hier best wel veel dicht en gesloten... no way dat je zomaar uit eten kan of dat soort dingen. Tenminste, vaak is gewoon alles best wel dicht. Maar ik zag net dat de HEMA in ieder geval wel open is. Ik had vorig jaar een hele vette taart bij iemand laten maken. Ik kan dus wel even een foto en beeld zetten. Toen had ik dus echt een hele mooie, vette taart. En toen dacht ik dit jaar, ja, weet je, met carnaval, er komen toch niet heel veel mensen op mijn verjaardag. Dus... ik ga gewoon iets bij de HEMA bestellen, wat er ook gewoon leuk uitziet. Dat is ook best wel een prijsverschil. Volgens mij was die taart die ik de vorige keer had laten maken, was echt 60, 70 euro. Dus ik dacht, ja, als er nu toch eigenlijk bijna niemand komt, mijn ouders en drie vrienden, dan hoeft het voor mij ook niet weer helemaal over de top te zijn. Maar ik ben dus heel erg benieuwd wat jullie leuker vinden. Want als jullie morgen deze video zien, dan kunnen jullie mij nog even helpen met de keuze maken. Ik wilde dus eigenlijk vandaag gaan bestellen, maar ik volgens mij... kan je echt tot 2 dagen van tevoren bestellen. Dus wat vinden jullie? Vinden jullie 1 taart leuker? Of van die kleine taartjes bij elkaar? Ik zal even een voorbeeldje in beeld zetten. Dus of ik ga gewoon 1 taart doen. Of allemaal verschillende kleine dingetjes halen die ze hebben. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie leuker vinden. Ik weet het niet echt. Ik ben aan het twijfelen. Ze hadden ook nog een leuke hartjestaart. Waar je zo'n foto op kan zetten. Al zou ik niet zo goed weten welke foto ik er dan op zou zetten. Maar zoiets vond ik ook nog wel leuk. Dus laat even hieronder weten waar jullie voor zouden gaan. Ik hoop in ieder geval ook dat jullie het leuk vonden om mee te kijken met deze video. Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. En vergeet onder ook zeker niet om even te abonneren. Ik wil jullie trouwens nog heel erg bedanken. Want we hebben dus de 20.000 abonnees gehaald. Zo gaaf, echt... heel erg leuk, dus dankjewel jongens. Nu mogen Joep en ik ook weer zo'n champagnefles openmaken. Want dat was ook een van de doelen die in het kantoor staan. Dan mogen we nou ook weer een keertje gaan poppen. Oh, misschien dat ik die wel voor mijn verjaardag ga bewaren, bedenk ik me nu. Ik denk dat we die dan gewoon lekker gaan openmaken. Ja, ik ga jullie in ieder geval in de volgende weekvlog meenemen in mijn weekje weer. En we hebben zoveel leuke dingen op de planning staan. We hebben dus een Valentijnsdiner. En Joep mag daar dus ook mee naartoe. Dat is van Emma Sleep. We gaan natuurlijk mijn verjaardag vieren. We gaan nog een weekendje wegplannen met vrienden van ons. We zijn vorig jaar? Volgens mij was dat vorig jaar. Zijn we naar zo'n heel vet kasteel geweest met zo'n wijnproeverij. En we gaan dus nu, willen we weer zoiets gaan plannen. Dus ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb helemaal zin in deze week. Ik moet morgen naar de kapper. Van alles. En dan gaan we dus over 16 of 17 dagen richting Egypte. Ik ben helemaal excited. Januari had ik even een dipje. En nu ben ik echt weer in februari zo van...
Ik heb er helemaal zin in. Dus nou ja, ik hoop dus in ieder geval dat je het leuk vond om mee te kijken. Ik ben weer veel te lang aan het kletsen. Vrijdag komt trouwens ook de verbouwvlog. Want we zijn dus ook weer een stukje verder gekomen met de hal. Dat heb ik niet meer dus aan jullie laten zien. Maar we zijn wel een stuk verder gekomen. Maar dat komt allemaal in de verbouwvlog. Ik hoop dus in ieder geval dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Doei! Oh ja, en jongens, doe even een updateje over mijn schoenen. Ja, je blijft het dus wel een klein beetje zien. Het is nu dus 4 dagen geleden of zo dat we dit gedaan hebben. Maar ik vind het wel een stuk beter dan die donkere vlek. Dus zeker een aanradertje.